Deze cave die heeft tot nu toe al 11 van onze Pikmin gekost. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker, maar ja, het is ook de final cave. Let's go deeper. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, ja, nog steeds de Dream Dan. Oh mijn hemel. Te veel bolbears. Nee, ik wil geen rood bij me hebben. Al ben ik bang dat we ook dus dadelijk het probleem gaan hebben dat we dus de... Oké, mag ik even paars? Dank je. Nee, ik wil de president niet bij me hebben. Ik wil één kapitein en gewoon al mijn paarsen. Is dat te veel gevraagd? Dus ik denk dat er hier echt alle soorten lopen. Dus ook het soort dat het leuk vindt om wakker rond te lopen. Dus, oh boy. Oké, nou gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk uitschakelen. Oké, dus we één per keer aan kunnen. Om ons niet echt druk te maken over... Oh boy, hij is wakker. Nee. Maak hem af. Voordat we die paarsen kwijt zijn. Goed zo. Nou, neem die treasure maar even mee. Als dat de enige treasure is. Het is wel een hele kleine ruimte namelijk. Oh boy. Dan hoeven we misschien daar niet te rondzooien. Ja. Op zich vind ik het niet erg als dat de enigste treasure is. Laat dat maar de enigste treasure zijn. Snelste vloer ooit. Ik weet nog niet eens wat voor treasure dat het is. Een shoe polish van Kiwi. Sluipreclame match. Alien billboard. Het is maar wat je een alien wil noemen. Oké, nou die nectar die wil ik daar toch eigenlijk best wel gebruiken met ons hele Pikmin team. Ik weet dat we een paar Steve's ertussen hebben zitten, dus oké. Allemaal erbij, niks op kan tillen. Zoveel mogelijk slurpen jongens, zoveel mogelijk. Oké, goed gedaan. We lopen gelijk door. We gaan gelijk door naar de volgende. Stress, paniek, help. Nou, sublevel 14. Ik weet niet hoe diep dat deze... Oh! Oké, dit is de laatste aflevering. Duidelijker kan het niet worden. We zijn bij de final level aangekomen, hier. Moeten wij ervoor zorgen dat onze gele Pikmin... Dat wordt het team waar dat we mee aanvallen. En ons andere kapitein, in dit geval de president, mag zelf de volgorde kiezen, maar hij heeft de meeste schade. Daar willen wij onze Pikmin achter de waterspuwer verschuilen. De reden hiervoor is deze, die heeft namelijk een enorme range met zijn aanvallen. Dus wat we willen doen is, we willen hier achter de waterspuwer gaan staan. Minste kans dat we daar dus lastig gevallen worden. En hier gaan we met onze gele team. En als we daar dus dan dichtbij in de buurt komen, dan krijgen we een cutscene. Wat leuk. Louie! Is that Louie? Mr. President, I have located Louie resting on a vast mound of treasure. Het is maar wat je treasure wil noemen. For him to venture to these depths alone, the desire of man is a thing to be feared. Nou, ik weet nog eigenlijk niet wat er met hem gebeurd is. But Louie is not moving. Could he have exhausted his strength in reaching these depths? Dit was niet de diepste depths, maar goed. There may yet be time, quickly, to Louie's aid. Maar ja, het probleem is, als je dus Louie nou wil gaan redden, dan komt dat ding tot leven. Dit is de final boss van Pikmin 2. En oh boy, is dit een lastige. Van alle vier de elementen waar we dus uit moeten kijken. Vuur, water, poison. Hij heeft ze alle vier. Voor zijn poten hoef je niet echt uit te kijken. Hij zal niet zo snel mogelijk aanvallen met zijn pootaanval. Voor die wateraanval, dat is... Oh, snijkvogels. Oké, zijn we hier geraakt? Nee, we zijn hier niet geraakt. Die wateraanval, dat is namelijk de aanval die overal kan komen. Oeh, dit is de stroomaanval. Ik wil als eerste zo'n poisonaanval altijd weg hebben. Je wil Pikmin erop gooien, zodat die items zo snel mogelijk overal van afvallen. En oh, vlammenwerper. Oké, goed zo.
Die vlammenwerpen vind ik niet zo'n ramp. Je kunt hier wel potions voor gebruiken, maar op dit moment vind ik ze nog niet echt nodig. En je wil focussen op elke keer één deel van zijn body. Oké. De reden waarom dat gele Pikmin hier het meest belangrijke zijn van alle Pikmin allemaal, is vanwege die stroomaanval die hij heeft. Die stroomaanval die zorgt ervoor tot... Oh boy, poisonaanval. Die stroomaanval is instant death voor alle Pikmin. Oh boy. Kom op, allemaal, alle 100. Oké, we hebben ze allemaal. Die poisonaanval die stunt je kapitein en zorgt ervoor dat je dus niet op tijd vaak je Pikmin terug kan roepen naar de veiligheid. Oh, hij doet weer zijn wateraanval. Oké. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oh. Kom op, alle 30. We zitten hier. Alles safe, goed zo. Oké, zijn paarse hebben we al. Op het moment dat er een item gevallen is, hoef je je geen zorgen te maken tot hij die truc oppakt. De reden waarom dat je je geen zorgen over hoeft te maken is, als hij er eenmaal af ligt, ligt hij eraf en dan komt hij ook niet meer terug. Goed, nou wil ik die waterspoutaanval tegengaan. Hij doet weer zijn schok. Even kijken, dit is de kraan. Oh, dit is zo deadly. Oké, we hebben rode potions. Gebruiken die app. Oké, die kraan die willen we nu zeker... Nee, de stroom, dat maakt niet uit. Stroom willen we als laatste bewaren, want daar zijn we immuun voor. Laat hem maar lekker die stroomaanval doen. Dat maakt niet uit. Oh, dit doet goed. Oké, water is eraf. Nou willen we zijn vlammenwerper. Laat hem maar lekker schokken. Dat maakt mij niet uit. Hij blijft nou lekker goed schokken. Kom op, pak zijn vlammenwerper. Het grappige van dit is wel, op het moment dat je dan denkt bij je eigen van... Ja, maar Zelda player, je hebt toch gezegd dat stroom zo gevaarlijk is? Omdat je hier non-stop bezig bent met gele Pikmin, kan stroom jou absoluut niks doen en is dit de beste strategie die je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat de gele element die hij heeft als laatste gepakt gaat worden. Zoals je ziet, al die dingen kunnen opgepakt worden als treasures. Maar die hoeven nou nog niet gepakt te worden, want hij pakt ze niet terug. Oké. Dit gaat nog soepel. Oh, hier, hij heeft ook dubbele aanvallen op het moment dat een item bijna op het punt staat ergens vanaf te vallen. Wil je zeker voor hem uitkijken, tot hij dus niet zijn aanval de hele tijd op jou blijft doen. Nou is er een hele leuke spektakel met deze final boss. Op het moment dat al zijn elementen weg zijn, wil je natuurlijk wel uitkijken tot hij niks opvreet en alles. Maar we hebben genoeg potions. Laten we lui wezen. Verstenen die hap. De reden is, als je hem versteent... We hebben genoeg potions. Laat maar gaan. Ah, wat jammer nou toch. Weer versteend. Als je hem versteent, op het moment dat je hem verslaat als hij versteend is... Leuk, hè? Hij is echt zinloos met al zijn items die hij nou niet kan gebruiken. Hoppakee, versteen hem nog even een keer. Als je hem versteent en je maakt hem daarmee kapot, dan gaan we iets heel leuks zien. Dus daarom wil ik hem zeker verslaan met verstening. Oké, hij is niet meer versteend. Ah, dit is al genoeg. Dit is hem. We hebben hem verslagen zonder één Pikmin kwijt te raken. Als je hem verslaat met verstening, krijg je gigantisch veel potions. Niet dat potions nog zin hebben, maar als je hem verslaat met verstening, dan krijg je er gigantisch veel potions voor. Lori, are your life functions fading? Are you okay? No, he appears only to have fainted. He is always running into trouble. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Instruct the Pikmin to carry him. There is not enough room for him in the cockpit anymore. We will have to keep him in the cargo with the treasure hold. Ik vind het niet erg. Wij roepen hem wel mee. Nou, al die items die er dus liggen. Ja, je kunt al deze potions oppakken voor de fun. Waarom ook niet? We zijn geen één Pikmin kwijtgeraakt. Deze strategie is echt de beste strategie die je kunt gebruiken. Gele Pikmin to the win. Nou, jullie kunnen alvast één van die dingen meenemen. Waarom ook niet? We hebben er nog alle 30, dus... jongens, ik mis er één. Oh nee, jullie zijn er compleet aan. Oké, dan kunnen we ook het andere team even veilig binnen laten stellen. Al die treasures wil je meenemen, want ze stellen allemaal als treasures. Dus neem het mee, heb er plezier mee. Louis wordt ook al meegenomen, zie ik. Maar Louis wil ik eigenlijk als laatste hebben.
Zo, ja, we kunnen die potions gewoon... Je zou hier ook die glitch mee kunnen doen, maar echt serieus, je hebt het niet meer nodig. Je hebt het hier absoluut niet meer nodig. Dit was de final boss, de final countdown, de final floor, de final treasures. Alles is hier final. Oké, we hebben dus het toxic gebeuren, comedy bom. Waarschijnlijk omdat het komisch is, zodat het het irritantste aanvalletje is dat hij kan. Nou ja, mij hoor je niet klagen. Oké, hebben we alle potions? Nee, er zijn er daar nog twee. Oké, de vlammenwerper, die kan ook enorm irritant zijn. Zeker in zijn tweede stage. Krijgt overal 1000 voor. De flare cannon. Oké, nou, dan nemen we deze potions even nog. Moet je kijken hoeveel potions dat we wel niet overhouden. Jongens, maak even ruimte voor de zapper. De batterij! Ik vind het nog steeds een gigantische batterij. Waarom ook niet? Shock therapist. Het is maar wat je leuk vindt. Oké, nou dan nemen we nog eventjes die laatste treasure mee. De waterkraan die het gevaarlijkste eigenlijk is op het moment dat je je Pikmin op een afstandje hebt. En één gele die mag Louie wel meenemen. Neem maar mee. Eentje zat. Oké, nou dan zijn wij hier klaar. Dus ik zou zeggen, pak het maar allemaal in. Nemen we die waterkraan ook gelijk mee. Die is ook 1000. Alles is 1000, dus je krijgt al sowieso 4000 poko's voor de final boss. Monster Pump. Als een beestje maar een naam heeft. En dan Louie. Hoe wordt hij genoemd? Krijgt hij ook een naampje, omdat hij nou als treasure wordt beschouwd. Ik ben nieuwsgierig, jongens. Hij is toch geld waard ook, zeg. 10 poko's, King of Bugs. En het telt ook nog eens een keer mee met het totaal. Ja, wat een grappig feitje is. Louie wordt als treasure beschouwd en is dus ook bij het totaal. Nou, we hebben alles gehaald. We hebben alle treasures bij elkaar versprokkeld. We hebben de final boss verslagen. Wegwezen uit het spookhotel. Wegwezen uit het spokenplaneetje. Jammer dat we de Pikmin niet mee kunnen nemen, want die jongens die zijn echt top mensen. Ik bedoel, serieus, ze hebben ons zo goed geholpen. Hebben we alle treasures? 5000 al. Ja, 21. Bijna 6000. In totaal 27.226 poko's. En mijn 11 Pikmin kwijtgeraakt. Ik vind dit echt een enorme achievement. Ja, dit slaan wij op. Nou, hebben we nog een hele lange dag eigenlijk vrij. Op de Pikmin-wereld. Hier op Whistle Wild. Maar op het moment dat je alle treasures hebt gehaald. En echt alles 100% compleet hebt. Dan word je volgens mij ook onderbroken. You've collected every single treasure. Yay. Yep. Ik ga gelijk de cut zien. Hotsy flatsy. Ach. Hey, kijk, ze gebruiken nou in één keer shaders. Waarom konden ze dat niet in het hele spel doen? Ja, hij is bij. En ik denk echt bij mijn eigen van... Je bent de Pikmin dan. President die denkt alleen maar van... Oh, we hebben weer geld. En ik weet niet. Ik vind die goudkleur nog steeds lelijk. Huh? Ah. Zie je even licht. Wat mooi. Naar huis dan maar. Pikmin die vinden het heel vervelend. Oh nee, de Pikmin die lopen nog wel eventjes mee. Eventjes een mooi vuurwerkshowtje, waarom ook niet. Toffe gasten. Nou Pikmin, het was gezellig. Doei! Pikmin 2. Nog eventjes de titel erin. Ik moet zeggen, het is... Qua gameplay vind ik het leukste. Aangezien dat er zoveel is om te exploren.
Maar qua storyline vind ik het zo teleurstellend. Want je laat de Pikmin achter. De Pikmin die hebben jou non-stop geholpen. Alleen maar omdat je een schuld had. En hoe komt die schuld? Ja, dan kom ik eigenlijk wel op het einde aan bij de credits. The end. Nee, we moeten nog credits zien. Ik weet niet of deze sentence namelijk ook nog credits heeft. Want de credits die krijg je oorspronkelijk op het moment dat je de 10.000 pogo's hebt gehaald. Dus ik heb die credits netjes bewaard. Dus ja, dan komt dat dadelijk op het einde van de video. Maar goed, we zijn in totaal 51. Ja, dit ga ik dadelijk heel eventjes stap voor stap nog heel eventjes voorbij. Want ik denk dat ik echt overal heel erg vaak de laatste plaats heb gehaald. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ik echt op heel veel plaatsen de laatste plaats heb, hoor. Dit gaat eigenlijk best wel traag zo. Oké, nou kunnen we omhoog. Goed. Nou, laten we eens heel eventjes naar onze tactiek kijken hoe dat we het gedaan hebben. We hebben 17 dagen eromheen gedaan. Is niet mijn snelste, maar ook niet mijn langzaamste. Mijn eerste playthrough was ik echt 19 dagen mee bezig. Mijn snelste is op 15 dagen. Dat je dus echt 100% spel hebt uitgespeeld. We zijn 85 Pikmin kwijtgeraakt. En dat is het minste wat ik ooit ben kwijtgeraakt. Ik dacht dat 100 echt... nou, de derde keer was 100 of 99, 91. 85 is het minste in totaal. Wauw, dat is dus eerste plaats. Oké, okay, we hebben 51 Pikmin zijn kwijtgeraakt in battle. Dus dat is 100% eerste plaats. We zijn geen Pikmin kwijtgeraakt. Dat is ook eerste plaats. 5 Pikmin kwijtgeraakt door vuur. Dat is me nog nooit overkomen. Ja, en misschien net 1 Pikmin. Dus ja, dat is een derde plaats. Pikmin kwijtgeraakt door water is gedeelde tweede, derde plaats. Pikmin kwijt door elektriciteit is de tweede plaats, want dan zijn we de 3 aan kwijtgeraakt. Pikmin door explosies, 19. Oh, dat doet heel erg veel pijn. Dat is derde plaats. Pikmin naar poison 2, dat is ook derde plaats. Meeste Pikmin geboren, dat is eerste plaats, want we hebben de minste Pikmin van alle playthroughs die ik gedaan heb. Rode Pikmin, daar hebben we de meeste van. Dat is zelfs nog niet eens op de top 3 te zien. Gele Pikmin, 82. Dat is eerste plaats, dat is minste, want het gaat erom zo min mogelijk Pikmin. Min mogelijk blauwe Pikmin, zeker 108. Witte Pikmin, 90. Ik heb een keer 70 gehad, dus dat is een tweede plaats. Purple Pikmin, 120. Je hebt er altijd 100 nodig. En ik ben heel veel paarse Pikmin kwijtgeraakt, dus dit is een derde plaats. En de totale speeltijd, snelste ooit, ondanks dat het een let's play was. Ik ben tevreden met deze... Ja, dus eigenlijk overal is deze let's play ook echt de nummer 1 geworden ook. Nou, we krijgen nou niet de credits te zien, maar daar kom ik dus nou mooi over met de credits. Dus ik switch heel eventjes over naar die scène toe en dan kunnen we dus de final dinges gaan doen. Maar eerst wil ik nog heel eventjes over de treasures heen, aangezien dat we nu alle treasures hebben. Nou krijg je dus alles te zien wat compleet is. De Succent Series krijg je dus allemaal te zien. Kun je er een sales pitch van vinden, hoe dat ze daar dus geld over vinden. De Palantoni Series... Het zijn allemaal van die series die je dus zeg maar hebt. Ik ga niet over alles heen, want echt, dat is een lap tekst. Daar word je niet vrolijk van. Maar de Tortured Artist Series. Ja, ze hebben alles een benaming gegeven. Je kunt Olimar dan vragen. Je kunt kijken hoe dat de sales pitch. Dit zijn die ringen en die edelstenen. Space Love Series wordt het hier genoemd. Nou, de knikkers die hadden we al een keer compleet. Dream Series. Dat zijn allerlei kleine attributen. De Blast from the Past series. Nostalgia pitch, bla 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 bla. En zo gaat hij dus nou alles langs, omdat we dus nu alles compleet hebben. De dingen die hij eigenlijk skipt, daar hebben we al de complete set van Ancient Air series. Dus ja, het is eigenlijk een extra detail die je dus zeg maar kan hebben. De Titan Dweevil, zo heette dat beest. Titan Dweevil series. Oké. Okay. Nou, en inderdaad, als we dus gaan kijken richting de area selection, als we dan eventjes langs alle... mobs en bazen en vijanden gaan, dan kunnen we dus hier inderdaad zien dat hij ook 100% compleet is. En hier hebben we Titan Dweevil. Wat het grappige is, de Titan Dweevil is dus eigenlijk niks anders dan een hele grote Dweevil. En vergeet niet, de Dweevils die hebben we veel genoeg gezien. Dat zijn deze kringen die we hier zien. De Annoy Dweevil, de Fiery Dweevil, de Kazik. Het is zo'n beest die alles oppakt qua treasures en dus deze de treasures heeft gebruikt. Tot we geen Pikmin er aan kwijt zijn geraakt. Ik ben er heel erg blij om. Maar goed, ik schakel even over naar de credits. En dan gaan we een afsluiting maken voor deze Let's Play.
En dan komen we bij deze credits die zo realistisch neer zijn gezet. Dat vind ik eigenlijk best wel hilarisch over hoe dat... die gezicht van Louis. Wat trouwens ook nog is... normaal gesproken, ja, dit is de storyline. Die heb ik 100% nou gedaan. Er is nog een secret op het moment dat je alle challenges 100% haalt. Dan krijg je nog een hidden slideshow. Krijg je te zien in het begin. Golden carrots waren opgevreten door een gigantische space bunny. Nee, die heeft Louis zelf opgegeten. En ja, toen is hij teruggekomen en heeft gewoon dat verhaaltje verzonnen. Dus dat is eigenlijk een beetje de secret die dus in het spel zit. Ik vind het echt zo leuk hoe dat ze dit gewoon realistisch gemaakt hebben. Maar goed, ik vond het een hele leuke let's play om te doen. Ik had ook van sommigen gehoord. Ik was de eerste die het Nederlands had gedaan. Maakt mij helemaal niet uit. Het belangrijkste is dat jullie het een leuke let's play vonden. Ik weet het, ik krijg heel veel vragen over Terraria ertussenin door. Van wanneer ga je nou Terraria weer eens uploaden? Of wanneer komt Terraria weer? Terraria is een multiplayer game. Moeten we met z'n drie opnemen? Moet wel geëdit in worden. Jongens, nogmaals, dat is een side project die hier en daar een keertje geüpload gaat worden. Ik denk dat we nou al 3 afleveringen nog voor deze door de week hebben. Maar maak je geen zorgen, dat komt. In ieder geval, laten we even rustig genieten van de credits. Deze credits trouwens, die krijg je op het moment dat je de poko's hebt gehaald. De 10.000 poko's. Dan krijg je die credits. Maar ik vond het leukst om het gewoon te gooien op het einde van de let's play. Even snel over de game die uit gaat komen op 4 maart. Er komt nog eerst eventjes een tussen let's play. Zoals jullie weten, Smooth Moves, hij komt. Toch eerst eventjes ertussendoor. En na Smooth Moves dan gaan we beginnen met The Twilight Princess. Ik wil hem niet gelijk op release wil ik hem gaan let's playen. Dus vandaar, dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dus er komt eerst nog een tussen let's play. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende let's play. Bedankt voor de support. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En tot de volgende keer. Doei!